otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Een goedemorgen. Oh. Een hele goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn aan het inladen. Toch niet? Jullie hebben al ingeladen. Wat gaan we nou doen? Jou vloggen? We gaan gewoon samen vloggen. Ik loop daarheen. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Jurgen. We gaan weer en route, hè? Ik moet alleen nog even de blaadjes hebben. Ach, ja, dat is ook wel handig, hè? Ja. Lukt het allemaal? Ja. Ja? Ja. We gaan richting Limburg. Yes. Dus dat is nog wel een stukje rijden. Wij hebben 1, 2, 3 bestellingen in de auto zitten. Wat is er nog meer? Jurgen en Elisa die gaan de andere kant van Limburg. En er zit nog een speciale bestelling bij. Dat is van de tegeltjes die we gehaald hebben voor die manier. Nee, dat was het. Ja? Als het buiten stond, dat was het. Zeker weten. Alles ingeladen. Dus we gaan snel rijden. Want anders komen we te laat op onze bestemmingen. We gaan op naar de Shell. Want we moeten natuurlijk tanken. Want we moeten, hoeveel rijden hier naar Limburg? Dat is een ander land, hè, Limburg? Ander land, zeg je? Limbo, nee. Limboland noemen ze dat. Het is geen ander land. 250? 200? Zoiets, denk ik. Het is een uur en drie kwartier rijden. Ja, het is wel een stukje. Ja, zover is dat niet. Want Daniel en Demi rijden minstens 2 uur en een kwartier naar de Weekwoordbaan elk weekend. Ja. En als we even het vliegveld moeten, is ook dik anderhalf uur. Voor ons is het natuurlijk piece of cake. Ja, doen we. Of niet, Chantal? Het is maar een klein stukje. Wij zijn aangekomen bij huis nummer 1. Even uitzoeken welke doos of tas van haar is. Een ham. We gaan even kijken of we bij het goede adres zitten. We zijn aangekomen bij de afleveradres. In Maastricht. Bij Nathalie. Dus even kijken wat Nathalie heeft. Nathalie heeft een ham. Ja. En die heeft de geitenkaas, de olie en de honing. En een fles wijn. En een fles wijn, ja. Dus dan is het die. Ik weet niet waar de bel zit. Met klop op de ramen. Joe! Goedemorgen. Mag ik dit vloggen, Nathalie, of niet? Ja, jawel. Kijk! Hallo. In Limburg bij Nathalie, op bezoek. En dan komen we alles afbrengen. Ik zal mijn brilletje even afdoen. Welkom in Maastricht. Ik kom helpen. Ja, ik heb natuurlijk... Ik zet dit voor je neer. En kijk eens, Nathalie. Oh, wauw. Zo mooi verpakt. Cool. Oh, dat hoef ik niet meer in te pakken, hè. Dat is gewoon al een kerstcadeau. Jij deed het als kerstcadeau, hè. Kijk eens wat we weer mee terug hebben gekregen. Taart hebben we meegekregen. Oh. Want nu is het natuurlijk nog vakantie. Dus nou mag het nog. Dus ik zet hem even hierop. Het zijn 4 stukjes. Dus daar gaan we maar van genieten. En we gaan nu op naar huis nummer 2. Kijk nou eens wat lief. We krijgen gewoon... Wij gewoon een cadeautje. Wij komen wat brengen en dan krijgen wij gewoon een cadeau van. Nou, dat vind ik echt zo ontzettend lief. Het is met de hand gemaakt. Ja, graag gedaan. Ja, ik mag je helaas niet kussen. Ik zou het bijna doen. Dat is de macht en gewoonte, maar dat mag natuurlijk niet. Dus dank je wel. Ik geef je zo'n hele dikke kus. Ik vind het super leuk. Bedankt. Die gaan we op het huis doen. Zeker. En dan gaan we jou daar in de vlog over vertellen. Dat jou bij ons helemaal in volop is op het huis zit. Ah, wat leuk. Goed? Ik ben benieuwd. Ja, ze is thuis. De volgende bestelling. Volgende bestelling. Super. Kijk eens wat wij weer gekregen hebben. Weer, wat een verwennerij toch, ja, hè? We krijgen van iedereen wat. Ik denk dat we vaker bestellingen gaan wegbrengen. Ja, vooral Limburgse vla, ja, die is natuurlijk super. Heerlijk, ja, die hebben we net volgens mij gehad, hè? Ja, dat is een rijstervlaai. Nu je Holland weer terug naar, ja, Holland. Ik denk het wel. Ik hoop dat ik de berg nog op kan als ik terugkom straks. En je hebt dan de lekkere olijfolie erbij. Yes. Ja. En de mondkapjes hadden we dan meegenomen voor ja, je. Ja, daar was ik nog op tijd mee, ja. Super geregeld. Ja, ja, ja. Die konden we dan nu voor je meenemen. Dan hoefden ze niet op te sturen, dat scheelt weer. We gaan er weer vandoor. Juist. Oké, okay, goede reis. Succes met alles. Bedankt. Dankjewel. Geniet van de wijn en de olie. En de olie. Misschien tot voor de kerst nog. Ja, is goed. En dan zo snel mogelijk, want anders is de bus natuurlijk vol. Gaan we doen, zeker. Maar dat moet goed komen. Misschien tot volgende keer en anders in Polop. Is goed. Oké. Doei. Doeg. Succes. Doei. Doeg. Lekker? Heerlijke drop. Op naar de volgende. Wij hebben net onze derde bestelling afgeleverd in...
Landgraaf. Brunsum, Landgraaf. Ja, Landgraaf. Ja, Landgraaf. Bij Ingrid. En we hebben haar helaas niet kunnen zien, maar ze gaan ook dingen met de kerst bestellen. Dus misschien dat we ze met de kerst eventjes kunnen zien. Haar man die was wel thuis. Ja. En ze heeft 3 lekkere flessen wijn besteld. En ook in verband met corona natuurlijk houden we afstand en kunnen we helaas niet naar binnen. Nee. Maar van de kerst gaat ze weer bestellen. En misschien is de corona dan beter. Misschien kunnen we er dan wel zien. Ja. Dat zouden we wel heel leuk vinden. Maar we hebben wel met haar kunnen kletsen nog eens nog. En ik heb natuurlijk de nummer, dus we kunnen kletsen. Maar we hebben er niet in het echt kunnen zien. Dat is wel jammer, maar misschien met de kerst. We hopen wel heel erg, Ingrid, dat je gaat genieten van de wijn. Ja, zeker weten, Ingrid. En natuurlijk van de kerstbestelling die er dan nog aankomt. En we zijn nu op naar de laatste. En dat is in Bunde. Bij Maastricht. Ja, we gaan naar Vera en John. Ik heb nog steeds een lekkere taart op mijn schoot. Ik zit er al de hele tijd naar te loeren en ik kwel loopt in mijn mond. Maar ik wacht nog eventjes tot we bij Vera en John zijn. Kijk nou wie wij hier zo zien. Wat? Wat? Uitstappen moet je, denk ik. Hoortje? Zit hij vast? Zit hij vast? Nee, hij zit niet vast. Het lijkt wel alsof jullie aan het zoenen zijn. Dan zijn we hier bij Vera en John. En kijk nou eens wat hier voorbij komt. Hoe leuk! Wat gaaf, meiden! De mennen. Tinkers. Super cool! Nou, daar gaan ze. Op een zonnegrietje. Mooi uit, hè? Hallo, we zijn aangekomen. In? Ja, Brunsen, nee. Bundel! Bunde, toch? Oh, joh. Oh ja, we waren in Brunsum. Onze topografie is wel heel goed, hè? Want, kijk eens wie hier zijn. En die hier zijn natuurlijk bij ons in Volopos geweest. En dan komen we ook spulletjes brengen, of niet? En natuurlijk het nieuwe huis dat jullie aan het verbouwen zijn. Zo zwaar. Jeetje, wat heb je allemaal gehad? 15 liter olie. Kijk eens. Ik hou afstand. Dankjewel. Alsjeblieft. Hoe is het, John, met de verbouwing? Goed, hè? Ja? Ja, het gaat super. We hopen toch dat de corona snel over is. En dat jullie snel weer een keer naar Polopos kunnen komen, of niet? Ja. Hey, en wat hoorde ik nou? Jullie hadden je opgegeven voor het tweede Spaanse dorp. Yes. Helaas niet doorgegaan. Dat is nou wel jammer. Wij wisten niet waar het kwam. Jullie natuurlijk ook niet. Dus het was natuurlijk wel leuk geweest als jullie in Spanje hadden kunnen wonen. Wie weet ooit. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het huis wordt. Ja. Volgens mij ben jij helemaal benieuwd, Daniel. Zeker weten. Want John is natuurlijk de stukwerkspecialist. Ja, precies. En daar had jij natuurlijk wel eventjes... Even inspectie... Maar wie weet kun je hem nog overhalen of je een dagje mag komen stukken bij hem. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Ja. Dan wordt het vervolg, mensen. Bij de leerschool. John Dane. Bij de leerschool John Dane. Voor de rest nog iets vergeten? Nee, we hebben alles afgegeven. Nou, dan gaan we beginnen aan de terugreis. Ja, het is nog een klein stukje. Up the go to Meersenbroek. Oh nee, Maarsenbroek. Meersenbroek. Dat staat daar toevallig, hè? Ja, Meersen. Meersen. Oh, ja. 2 kilometer. Ja, we moeten ietsjes verder. We moeten wel 200 kilometer voor mijn gevoel. Nou, we gaan gauw. Heel veel dingen afgeleverd. Doedoe. Tot snel. Toedels. Nou, dag lieve mensen. Kijkers. Tot snel. Dikke kussen. En we doen later weer knuffelen. Doedoe. Na een lange dag van rondbrengen gaan wij rijden. Rij voorzichtig. Doedoe. Nou, daar gaan we dan, hè. Weer terug. Zo. Naar Maarsen. Dat is wel een hele rit. Maar... We hebben heel veel weggebracht. Ja. Hoppakee. Ik hijs mij in deze auto. Het is al donker. Ja! Ja! Doei! 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 We rijden hier op het vliegveld weg. Langs het vliegveld in... Is het Maastricht? Ja. Vliegveld
Maastricht, mensen. Ik wist niet eens dat hier een vliegveldstap zou gaan. Ja, ik ben hier één keer in mijn diensttijd opgestreden. Echt waar? Een wappie komt dan weer de boel controleren. Meen je dat nou? Ja, toen moest ik parachute springen. En toen kregen we een dummy run. En dat deed dat het zo slecht weer was. En toen moesten we weer terug. Ah, oh, kijk. Toen mochten we niet springen. Hier kun je het heel goed zien. Kijk eens. Ja, er zijn allemaal vrachtvliegtuigen, hoorde ik. Ja. En hier zijn allemaal cityhoppers. Ja. Die zijn allemaal geparkeerd hier. Ja. En die hebben natuurlijk weinig werk vanwege de corona. En die worden hier geparkeerd dan. Oh ja, zo. Naar dit moment heb ik echt lang uitgekeken. De hele dag al die bestellingen rondbrengen. Ik ben helemaal klaar mee. Het was al super leuk en alle reacties van alle lieve mensen waren ook super aardig, maar ik ben echt helemaal kapot. Al dat rijden. We hebben die auto pas een week en we hebben al 2600 kilometer op de teller staan wat we ermee hebben gereden. Dus ik hoop dat we volgende week ook even lekker een paar dagen gewoon even kunnen ontspannen, even niks kunnen doen. Nog een beetje van de vakantie genieten. Dus ik ga de vlog nu afsluiten. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan natuurlijk altijd even een blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren. Hier rechtsonder. Laat even een leuke reactie. Hieronder ook achter. Want dat vindt mijn vader ook leuk. En dan ga ik lekker slapen. Toedel!